no matter what you're going through, I know that you can stand, for your life is in His hands. Listen. Kijk eens, we zijn thuis bij Dylan en we gaan de vader spreken. We zien naast, we zien hier ook een zuurstofbom. Dylan is een jongen van 9 jaar oud die op de zuurstofbom leeft. De vader gaat ons vertellen hoe het komt dat hij constant dit moet doen. Een mondkap op hebben en op de beademing zitten, op de zuurstofbom zitten. Dylan is geboren met een vergroot hart, met een gat erin. Naarmate het groeien, gaat dat hart ook mee groeien. En dat gatje dat hij had, is nu gaan scheuren. In plaats van pompen, gaat hij flappen, dus waardoor hij zuurstof verliest. Deze zuurstofbommetje helpt hem om zuurstof te winnen, om te ademen. Maar ja, die moet ook om de tweede dag hervuld worden, want hij gebruikt het. Het gaat leeglopen. Heeft medicamenten gekregen van de hospitaal die meehelpen in geval die zuurstofbommetje leeg is, dat we hem een Lasix kunnen geven. Maar voor ons als ouders, wanneer we naar hem kijken, wanneer hij s'avonds slaapt, voor ons werkt het niet. Want hij klaagt nog steeds van borstpijnen, prikkelingen op zijn borst. We hebben die tabletten toch genomen, want zijn dokter heeft het dan uit ons uitgeschreven. We geven het aan hem hoe het hoort, hoe ze het hebben uitgeschreven, maar voor ons als ouders, het lijkt toch... Hoe is hij verzekerd? Een basisverzekering, SZF. Dat dekt dus niet alle medicijnen? Dat heeft die medicamenten van hem niet gedekt. We moesten daarvoor betalen. En de zuurstofbom dan? Wordt ook niet gedekt. Dat moet je ook keihard betalen omdat dat particulier is. Dat wordt niet verzekerd door die basokaartje. Hij heeft echt hulp nodig in zo'n gebied. Want als ik als vader, ik kan hem niet zien slapen met pijnen. Want de ijsribinetie dat ik kroet of boos en boos en hating. Maar dan, wat ik doe als vader, voor die pijn ga ik een beetje Vix nemen. Lubin en boos zodat hij toch even bij kan komen. Begrijpt u? We hebben ook van zijn arts kunnen horen. Van, er komen mensen van het buitenland eenmaal per jaar om zulke zaken te ondernemen. Maar hij kan niet zo lang wachten tot volgend jaar. Begrijpt u? Zijn pijnen die worden erger elke avond. Meer in de avonduren krijgt hij deze symptomen van pijn. Ik als vader, ik vecht ermee om hem toch op te houden. Hij is een levendige jongen, maar hij kan niet spelen. Hij kan niks veel doen. Als hij even gaat van hier naar de winkel loopt. Met mij bijvoorbeeld wil mee. Ik ga meedragen wanneer hij in de winkel is. Dan gaat hij even moeten zitten. Of dan moet ik met zijn zuurstofbommetje lopen. Dat ik toch even wat zuurstof kan bijhalen. Dus overal waar hij mee gaat moet hij zijn zuurstofbom meenemen. Ja, loop ik er mee. Dat is voor security voor mij. Om hem toch te bij te staan. Halleluja, halleluja, with him. Ik werk voorlopig niet. Begrijpt u? Dus ja, het is echt hard. Maakt het nog moeilijk. Uw zoon is ziek. Heeft eenmaal 24 uur. Hulp nodig. Elk moment moet iemand bij hem zijn en u kunt nu werken. Ik kan niet naar het werk gaan, want ik moet hem assisteren met zijn medicamenten, met zijn zuurstof. Ik moet naast hem zijn. Ja? Hoe lang blijft u op deze bom? Om eerlijk te zijn is vorig jaar november ermee begonnen waar zijn situatie nog is gaan verergeren. Daar hebben die doktoren gezegd van hierzo, we waren in Guyana voor hulp, maar ze hebben hem daar niet geholpen. We zijn teruggekomen, we hebben die rapport van Guyana ook meegebracht. Hun hebben hem op een zuurstofbommetje geplaatst, omdat ze geen weet hadden om hem verder te helpen. So, dus deze bom is meegenomen uit Guyana? Uit Guyana hebben we hem meegebracht. Ja. Is het hier niet mogelijk zo'n bom te hebben dan voor een kind? Ik ben niet verder gegaan om te onderzoeken als ik een extra bommetje kan krijgen. Hopelijk dat het mogelijk is, dat heb ik graag. Of dat hij geholpen kan worden om er van af te komen. Dat is veel beter voor mij als vader. Ja? U heeft maar één bom en u moet hem telkens hervullen? Ja, het is maar één. Hoe gaat dat dan? Het is 1200 mandel om de 2-3 dagen dat wij moeten hebben. Om de 2-3 dagen? Ja, want hij gebruikt het. Zuurstof duurt maar 2,5 uurtje. Maar we zetten hem niet voor de hele dag erop. 10 tot 15 minuten ervan af. Meneer, dat kost u een fortuin om de 2-3 dagen 1200 gulden op 1200 SD op te boosten. Ja, echt heel zwaar. Heel zwaar voor de moeder en ik. Want ik als vader die werk voorlopig niet, nu dat ik het ten voren breng. Ik ga eruit. Ik heb een fondspeechplaatje gemaakt dat elke 10 SRD'tje, 5 SRD'tje bijeenkomt wordt.
gaat helpen of om zijn... Ja, maar zo kan het niet verder, toch? Vandaar dat ik... Hoe lang gaat u dit doen? Vandaar dat ik verder ben gegaan naar de 1 voor 12 om verder hulp te zoeken. Wat zeggen de artsen? Kan hij geopereerd worden? Hij kan geopereerd worden, maar niet hier in Suriname. Er wordt maar 1 keer per jaar operaties gedaan hier in Suriname, maar ja, het is al geweest. Als ik u goed begrijp, dan vraagt u 1 voor 12 om u te helpen het traject te volgen, dat u het traject volgt en dat wij werking van gaan maken dat Dylan in het buitenland geopereerd wordt. Ja, dat alles voor hem Waar hebt u al hulp gezocht ten aanzien van de operatie? Ja, wij waren in Guyana. We hebben een request gestuurd naar India. We zijn geweest naar een company dat werkt met Amerika. Die hebben ons gezegd van het is een risk om hem te vliegen naar daar. Omdat die vlucht die drukking hoog is. Ik kan me voorstellen, met hoeveel bommen ga je dan moeten vliegen? Je gaat die bommen toch mee moeten nemen? Hopelijk niet, want ik geloof dat er specialisten zijn die zulke zaken ondernemen, toch? Die meewerken met zulke zaken, toch? Heeft geprobeerd naar ons westerbuurland? Heeft u geprobeerd onze oosterbuurland, Frans-Guyana? Nee, heb ik niet gedaan. We zijn van Guyana rechtstreeks naar Suriname gekomen en we zijn naar de hospitaal geweest met hem, wat hij was opgenomen met een soort hartaanval. En van daaruit hebben we weer een ander rapport van de ziekenhuis gekregen van dat hij geopereerd moet worden. De enige manier om hem te helpen is operatie. En dat staat ook op zijn rapport geschreven. Hij kan niet zo dan alleen maar games spelen? Ja, hij kan niet sporten, hij kan niet spelen. Zit het met de school? Helemaal geen scholen verlopen. Hij kan niet scholen. Want op het moment dat hij op een boek gaat zitten, krijgt hij hoofdpijn, hij wordt nat, gaat hij overliggen. Dan worden we gebeld van, hey, je moet je kindje ophalen of dokterassistent zoeken. Oh, I love him, I love him. Who will wipe your tears away? En ieder die luistert of meekijkt, of dit verhaal meeneemt, ouders die kinderen hebben, die het gevoel hebben voor kinderen. Dit is zijn situatie. Wie dan ook daarbuiten is die wil helpen, mag helpen. We hebben het graag nodig. We hebben het echt, echt nodig voor hem. Zodat hij die dagen kan doorbrengen totdat hij zijn operatie kan doen. Hoe vaak zit hij op die bom? Straks ga ik hem weer wat zuurstof moeten geven. Ik heb hem daar net ervan weggehaald. Hij zit tot 10 minuten zo op die zuurstof. En dan ga ik hem monitoren met zijn oxplan. Als ik het op zijn vinger heb gezet, soms gaat het op 98 op 120 en dat is helemaal niet goed. Wel, de dokter of die zusters die dat weten dat het helemaal niet goed is. Want een situatie van 98 op 120 van hartslagen is helemaal niet goed. En we weten dat zijn hart een slagskip. Elke hartslag gaat hij een ander slagje bij krijgen. Zie je op de meter dat hij op rood staat, is hij bijna leeg? Hij is bijna leeg. Hij kan het nog maar voor een kwartiertje gebruiken als ik zo naar moet kijken. En binnen de kwartier is hij leeg, helemaal leeg. Er is wel een beetje erin dat hij nu kan gebruiken als het nodig is, maar daarna... As we speak, heeft de jongen hulp nodig, dringend? Dringend hulp nodig. Het geeft niet van waar het komt, het is welkom. Hij heeft echt hulp nodig. En ieder die hem wil assisteren met zijn zuurstof of met zijn operatie, of een kanaal voor ons opengooien dat hij geholpen kan worden, we hebben het graag. Voor ieder die naar dit programma luistert of kijkt, we hebben uw hulp nodig. U heeft net naar het zielig verhaal gehoord. Meneer Pinas heeft dat aan u voorgehouden. Heel zielig, ik ben helemaal kapot. Ik kwam net thuis aan en ik werd geconfronteerd met de situatie dat een kleine man zuurstof moet krijgen. Anders gaat het leven eraan. En u weet, als het gaat om kinderen, dan ben ik... Bijna kan je zeggen dat ben ik gek. Ik zie je weer in de draaiboom. Ik heb mijn wagen genomen, gelijk op zoek gegaan naar gas. En we zijn gas gaan kopen. Deze man wil ik u niet vragen, maar ik wil smeken. Bidden om hem te redden, te helpen, te ondersteunen. We hebben zuurstof net gekocht. En hij moet nu een reserve zuurstofbom hebben. En dat kost, je ziet het hier, 2800 SRD. Ik wil u vragen mij te helpen ermee. Ik heb net zo'n zuurstofbom gevuld. En dat is voor, misschien dat de vader ernaast me kan komen en me vertellen. Hoe lang gaat deze zuurstofbom nu houden?
Het houdt 2 tot 3 dagen. Als hij het normaal op zijn normale routine gaat gebruiken, is 3 dagen. Je hoort het. Ik wil u vragen, smeken. Laten we alvast een reservebom kopen. Dan kan hij misschien 3 dagen, 6 dagen verder gaan. En zo kunnen we het blijven vullen. Ik ga wat een kleine donatie weer doen. Meer in Spanje. Maar ik heb op en neer moeten rijden. Dat ding heeft me even... Sorry hoor, ik ben even een beetje dichtgeklapt. Ik wil u vragen om te helpen. Ai. Een paar minuten saveren, maar ik moet je jongens dan heren, want saveren, maar een voer. Bij zuurstof, meer en meer. Als u wil helpen, laten we deze man helpen. In de auto moesten we dit alles snel doen. Bijna kan je zeggen, net de ambulance moesten we handelingen plegen dat hij snel aan de zuurstof moest komen. Please. Wat je kunt missen, het is, je hoort deze zuurstofbom is 2-3 dagen en daarna weer een andere. Nu willen we een reserve komen, want hij heeft geen reserve. Dus als dit leeg is, moet er van de hak naar de dag gaan. Om te gaan vullen. En dan moet je helemaal naar een gaskoop gaan. En deze man woont helemaal hier op achter van de Toegerusstraat. En gelooft u me, we zijn eerst naar een andere locatie gegaan om gas te zuurstof te zoeken. En daar hadden ze niet. We zijn verwezen naar een gas. Dus dat snapt u op en rijden met alle risico's van die. We kijken naar uw ondersteuning uit om deze man te helpen. Alsjeblieft. Thank you well, meneer Vismara. No matter what you're going through, I know that you can stand. For your life is in His hands.